En we zijn benieuwd of er grenzen zijn aan de grenzen die vandaag verlegd worden. Voor de salsa worden Louis Talpe en zijn danspartner Leila Akselik uitgenodigd op de dansvloer. Ik krijg het er warm van, Jan. Jij ook? Waar moet je op letten in de salsa? Waar ik moet op letten is vooral dat Kanoushka hier een beetje kalmeren, want anders komt hij met overvredigingsverschijnselen. Dat mag wel uit, hè. Ik krijg het er hot van. De rest hou ik aan, hè. Ah. Ja. Wie wist vanavond Anoushka? Nu ja, het evolueert gewoon constant. Jij hebt zoveel energie er weer in gelegd. En waar jij in het begin, als je die Latijns-Amerikaanse dansen dans veel last van had, was dat die heupen, die zaten zo overal vast. Die heupen, dat was verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ja. Maar nu, die operatie. Hij heeft hier staan draaien. Anoushka heeft er nog altijd warm van, we hebben het gezien. En dat is allemaal helemaal losgekomen en je ziet die interactie tussen jullie en ja, het is gewoon enorm proficiat. Ja. Dankjewel. Waarschijnlijk trok, maar hop, waarschijnlijk. Hè? Goeie chirurg ook, een beetje heupen. Absoluut, hij heeft vandaag nog een tandje bijgestoken met zijn heupen. Ik heb toch wel eens uit elkaar, maar wat mij ook heel hard opvalt bij jullie is, jullie zijn echt een koppel als jullie dansen, jullie vertrouwen in elkaar, jullie durven. Leila ligt bij jou ook een beetje de verantwoordelijkheid van bepaalde dingen te doen. Alleen hier dansen, daar moet je haar pakken. En het is bijna... Tijdens dans? We hebben het hier over het dansen uiteraard. Al de hoeken van de kamer pakken. Voilà, dus. En ik moet zeggen dat de synergie tussen jullie heel mooi is. En wat mij ook enorm is opgevallen is de progressie die jij hebt gemaakt in de Latijns-Amerikaanse dansen. Kijk maar eens naar week 1, kijk vandaag naar de finale. Dat is ook een waanzinnig verschil. Ronnie en ik, we zijn ook een goed koppel, hè? Wat is je oordeel? Kijk, je hebt dus op een heup gewerkt, je hebt hier laten zien en je hebt er goed op gewerkt. Je heup zijn absoluut veel verbeterd. En ik wil ik wel zeggen, je hebt op een zeker moment iets gezegd in een filmpje. Ze hebben mij een stempeltje gegeven van een ballroomdanser. Dat is niet waar. Jij bent een tiendanser. Yeah! Een tiendanser. Dank u. Heel, absoluut, heel goed. Dank je, Ronnie. Dank je. Ja, dat is heel goed. Dan gaan beginnen wenen en ik ken u, hè? Ik ken u. Hij heeft op zijn heupen gewerkt, hij heeft niet op uw systeem gewerkt. Dat is al heel positief. Anoushka, zorg jij nu voor de kerst op de taart? Oh ja, vierde klasse. Geef toch toe. Ja.
beide dochters nog niet een toekomstige echtgenoot of een echtgenoot aan hadden, dan zou ik zeggen, die Louis, die is toch de moeite waard. De dansploeg teweeg kan brengen. De eerste week was je een beetje verlegen. Het is alsof dat jij niet durfde met je lichaam werken, want uiteindelijk is dansen werken met je lichaam. Dat is ons materiaal. En wel nu, schitterend. Jij doet het. Daar gaan we weer. Je danst subliem goed. En ik ben volledig... Eindelijk ben ik eens met u akkoord. 10 dans, perfect. Dankjewel. Anoushka, je moet wel beloven dat je niet bij elke dans een kledingstuk gaat trekken, hè? Louis Talp en Leila Akselik. Voorbedachte raden dat je daar voor Anoushka haar neus eens even ging laten tonen dat die heupen wel degelijk los zijn, hè? Eigenlijk vooral voor Ronnie. Ja, dat zal wel. Nee, ja, want hij had er constant over dat, dat ze vast zaten. Hebben we die vijs gevonden, hebben die eruit gedraaid, of nu zijn ze los. Ja. En daarmee word je nu wel meteen 10-danser genoemd. Ja, oké. Zeg, besef je, Louis, dat je vanaf morgen terug kan beginnen voetballen? Morgen nog niet. Morgen moeten we nog opnames doen. Ja, maar goed. Allee, de komende dagen, hè. Zeker, sinds dat je daar... Fietsen, hoe is het trouwens met je vinger? Want ja, een tijd geleden heb je daar... Ik ga het niet tonen, maar de spalk is er al af. Ja. En kijk je er naar uit om terug te gaan voetballen? Ja, of zeg je absoluut. Van, dat voetballen zegt me helemaal niks meer? Nee, ik heb leren dansen. Ik ga mijn ploeg niet in de steek laten. Ik kom terug. Trouwens, heb je weddenschappen aangegaan met vrienden of familie? Van kijk, als ik erdoor ben, als ik vandaag de finale win, dan... Puntje, puntje, puntje. Ik denk dat ik gewoon veel ga moeten trakteren. Om die sms'jes terug te betalen vooral. Ah, ja, ja. Blijf een sms, ik ga een vat geven. Een vat, ja, dat is makkelijk. Maar dan moet je het eerst nog halen natuurlijk. Eerst kijken naar de punten van de jury voor jullie schitterende salsa. Ronnie Dalemans. 9. Anoushka Dansing. 9. Jan Geert. 9. En Davy Dokkuyvers. 10. Die ze te zien krijgen is van yes. Dat is een jas op mijn rugnummer trouwens in de voetbal. Smit 4 alsjeblieft. Het begint te wennen, hè? Ja. Zo'n 10 voor minder gaan we niet meer. Absoluut. En dames en heren, als u vindt dat zij het verdienen om de trofee mee naar huis te nemen, Louis en Leila, sms dan Louis naar 6677 of bel naar 0905 537 02. Kijkt u digitaal, dan kan u stemmen door de rode knop in te drukken.